Strooiwagens, de winter begint te komen, dus ook de kou en dan wilt u veilig de weg op kunnen. Daarom zijn er strooiwagens van onder andere Rijkswaterstaat en andere bedrijven. Wat moet u vooral niet doen? Nou, dat is dicht achter de strooiwagen rijden. Dat voorkomt schade aan uw auto, want de pekel kan schade veroorzaken aan uw auto en dat wilt u niet. En mensen denken dat dicht achter de strooiwagen rijden veilig is. Niet doen, want dat is het totaal niet. Nadat u een strooiwagen, geeft zij de ruimte en kunnen hun werk doen zodat u veilig op de weg kunt gaan. Wilt u weten als u op de snelweg gaat of er op dat moment gestrooid wordt? Kijk voor meer informatie op rijkswaterstaatstrooit.nl en dan kunt u precies zien waar de strooiwagens op dat moment rijden op de snelweg. Zodat u rekening mee kunt houden. En zorg dat u veilig de weg op gaat door onder andere winterbanden en natuurlijk ook rustig te rijden. Want gladheid, ja, dat is gevaarlijk.